Hey allemaal, misschien kennen jullie me nog. Ik heb wel eens eerder een filmpje opgenomen, maar dat is al heel lang geleden. En nu heb ik een nieuwe laptop en die heeft ook een filmfunctie op de webcam. Vind ik heel erg handig. Dus ik dacht tijd om weer eens een filmpje te maken. En ik begin gelijk met een shoplog. Het is meer een verzameling. Ik koop meestal niet heel veel in één keer. Een aantal dingen die ik nog voor de vakantie heb gekocht. En een paar dingen op vakantie. Ik ben in Rodos geweest, dat was echt heerlijk. En dan nog wat verjaardagscadeautjes en dingen die ik na de vakantie heb gekocht. Het is van alles wat. Make-up, sieraden en kleding. Veel schoenen vooral. Ik ben trouwens echt heel stom, hè. Want net heb ik serieus dit hele filmpje gedaan. Tenminste, dacht ik. Stond hier niet op opnemen. Dus ik heb gewoon echt letterlijk dus tegen mezelf staan praten. Dus het is de tweede keer. Dus nou ja, ik ga snel beginnen. Want anders duurt het helemaal zo lang. Zo, als eerste even een shirtje die ik voor de vakantie heb gekocht. Dat is van de H&M. Dat is deze. Het is een beige shirtje. Met allemaal pailletjes erop. En hij valt een beetje los, soepel. Ik zal even wat dichterbij laten zien. En het is echt een hele leuke kleur. Ik had hem al een paar keer gepast. En toen ik er voor de derde keer weer mee in mijn handen stond, dacht ik, ja, dan moet ik hem gewoon nemen. Want dan is het een goede aankoop. En zeker toen ik wat bruiner was, vond ik hem erg leuk staan. Ik heb hem nu ook al vaak aangehad. Het is ook heel leuk in combinatie met, ik heb een beetje zo'n zalmkleurige broek. Staat heel schattig. Dus ja, ben ik heel blij mee. €24,95 was hij. Dan iets wat ik op vakantie heb gekocht. Ze hadden daar echt overal All-Stars. En ik dacht eigenlijk dat ze echt waren. Want ze zien er echt precies uit. Zoals de gewone. Ze hebben gewoon dezelfde stiksels. Hierachter staat All-Star. Hier en binnenin. En ik zie het meestal echt meteen als ze nep zijn. Maar bij deze kon ik het er echt niet van aflezen. En dus ik vroeg hoe duur ze waren. Omdat ik dacht van, misschien is het gewoon wat voordeliger dan in Nederland. Maar toen waren ze dus €20. Dus ik wist wel dat ze nep waren. Maar ja, ik ben gek op All-Stars. Ik zal hem even naast een echte houden. Deze zwarte. En dan zie je gewoon dat gewoon deze is iets kleinere maat. Dus vandaar dat dan zie je gewoon dat ze echt goed lijken. Dus daar ben ik heel blij mee. En ik heb mijn zusje ook gelijk blij gemaakt door voor haar ook een paar mee te nemen. Dan laat ik even iets zien wat ik na de vakantie heb gekocht. Als eerst deze broek. Dit is een zwarte skinny jeans en hij is high-waisted. Dus hij komt echt altijd ongeveer hier, denk ik, bij mij. Er zit heel veel stretch in, dus heel fijne broek. Hij is van de H&M. Ik heb hem bij de H&M Divided gekocht. Maar misschien verkoop ze hem ook bij normale, dat weet ik niet. En ja, ik heb die ook al eerder gezien, andere jaren. En het is gewoon echt een fijne broek, want hij kan eigenlijk overal bij. En hij kan ook best wel net staan. Dus dat is een goede aankoop. Ik heb hem trouwens een maatje kleiner gekocht dan normaal, want er zit echt veel stretch in. Dus misschien is dat een tip als hij ook online staat of zo. Dan zag ik ook een heel leuk shirtje en dat vond ik er echt mooi bij passen. Kan ook met heel veel andere dingen natuurlijk, maar toevallig was dat heel leuk samen. Het is ook een wijdvallend shirt. Er staat op black en dan een soort panter. En hier heeft hij een splitje. Is een beetje cropped. En hij was maar een tientje, dus ik dacht meenemen. Daarna heb ik iets gekocht wat jullie waarschijnlijk niet verwachten bij mij. Ik ook niet bij mezelf, moet ik eerlijk zeggen. Maar ik doe dus hip-hop dansen en dat vind ik echt super leuk. Ik doe dat altijd op mijn All-Stars. Dat vind ik iets minder. Ik zie altijd mensen met hele vette sneakers, dus ik wilde die eigenlijk nog heel graag hebben. En toen heb ik dus gewoon witte Nike Air Max gekocht. Ja. Echt, maar ik vind ze super leuk. Ik heb ze dus ook al met die zwarte broek gewoon overdag aangehad. En ze lopen heerlijk, ze geven heel veel steun. Nou, echt, ik ben er heel blij mee. Die waren €70 en ik heb ze bij de Pro Sport gehaald. Maar die heb je overal eigenlijk, dus maakt niet zoveel uit. En ja, ik denk ook dat ik die echt nog wel vaker gewoon overdag ga dragen. Dan nog een paar schoenen. Ik had voor mijn verjaardag, vorige week dinsdag, had ik wat fashion checks gehad van mijn huisgenootjes. En ook nog van
de zus van mijn vriend nog voor het halen van mijn bachelor. En nou, in één schoenenwinkel in Utrecht namen ze die aan, de Amigo. En ik had mijn oog al een tijdje laten vallen op deze kleur. Mooi warm blusje. Vans. Die zijn echt knalblauw. Het is echt zo'n leuk fris kleurtje. Ik heb gewoon die met de dikke zool. Dat vind ik het mooiste. Anders koop ik liever H&M Greenpeace als je voor die dunne gaat. En ja, dus die kon ik gewoon voor €35 afrekenen. En ja, het was wel even wennen, want ik ben echt een all-star meisje. Maar ook deze vind ik echt super leuk. 3 paar schoenen dus. Ja. Dan ga ik wat sieraden laten zien. Het allermooiste is deze ketting. Mimoneda ketting. Heb ik gekregen van mijn ouders voor mijn verjaardag. Ik heb gekozen voor zilveren pendant en ketting. De ketting is trouwens niet van Mimoneda, want mijn zusje had hem al. En ja, ze raden ook in de winkel aan om die niet te nemen. Hij breekt gewoon snel door en hij is dan wel iets mooier, maar ook veel duurder dan dit kettingje. En ik dacht, ja, ik wil niet het risico lopen dat ik straks dit kwijt ben. Dat is vet zonde natuurlijk. Dus ja, als deze lelijk wordt, koop ik gewoon een nieuwe. Hij was een tientje dus. Ik heb gekozen om alles zilver te houden, want dan kan ik er ook gewoon voor kiezen om het helemaal zilver te maken. Ik twijfelde namelijk over rosé vanwege mijn horloge. Die heb ik vorig jaar voor mijn verjaardag gehad. Maar ja, hierin kan je ook gewoon rosé munt doen. Dus vandaar. Nu heb ik gekozen voor de Gaudi munt. Kleurt er trouwens ook leuk bij. Het is echt prachtig. Een beetje parelmoer. Een beetje topazeachtige kleur. En van mijn vriend heb ik dan een kleiner formaat pendant gekregen. Deze. En die heb ik er nu nog niet bij hangen, omdat mijn oma die heeft daarvoor weer een munt gekocht. Zo heb ik echt van alle lieve mensen ongeveer aan die ketting hangen. En ja, ik heb haar nog niet gezien, dus die komt er nog aan. Het is een soort schelpatroon. En dat laat ik dan nog wel zien in een volgend filmpje. Dan heb ik nog 2 ringen gekocht bij de H&M. Hier ben ik echt super blij mee. Dit is echt zo'n statement ring. Hij is goud, natuurlijk niet. En een beetje een ovaal vorm. En dan is het van ja, een beetje steen. Een beetje grove structuur. En er zit een soort glitter in. En het is echt zo gaaf. Het maakt je outfit echt gelijk veel specialer als je zoiets om hebt. En ja, ik heb er al heel veel opmerkingen over gehad. En ik vind het gewoon super leuk. Volgens mij was hij €5 of €6. Dan weer een heel andere stijlring. Een heel schattige juist. Dit roosje. Ik had toen dat beige shirtje met die pailletjes aan en zo'n lieve kleur broek. Dus daar stond deze heel leuk bij. Dus heb ik toen meegenomen. En deze was €5 of €4. Ik weet niet meer. En ik heb op vakantie nog een heel lief armbandje gekocht. Het is dus een beetje beige kleur, lichtgrijs. En er hangen hier dan allemaal pedeltjes aan. Sterretje. Doorzichtige steentjes. Eigenlijk super simpel. Ze noemden het Swarovski elementen daar overal. Maar of het zo is, ja, dat weet ik niet. Denk het eigenlijk niet. Maar ik vind zo'n dun bandje altijd heel leuk om gewoon bij je horloge te dragen of zo. Dus daar ben ik ook blij mee. Dan make-up spullen. Eerst even iets heel geks. De laatste dag van vakantie waren mijn make-up doekjes op. En ik ben heel lui, dus ik haal altijd mijn make-up eraf met van die doekjes. Dus toen moest ik wel een nieuwe kopen op vakantie. En toen kocht ik deze. Want dat waren de enige die ik zag. En ik dacht echt, oh, volgens mij zijn die echt niet fijn. Het is een beetje zo'n ouderwetse verpakking. En ja. Maar ze zijn echt super fijn. Want ik kan er vaak helemaal niet zo goed tegen. Omdat het heel snel prikt en heel droog voelt. Maar deze die zijn echt heel fijn. Het voelt vochtinbrengend. Er staat ook op cleansing, toning en moisturizing. Hoe je het uitspreekt hoor. Ik ben niet zo goed in Engels. En ja, hij haalt je make-up er vet goed af. Zelfs de waterproof mascara echt in één keer. Het is van Septona. Ik heb geen idee of ze het ook hier verkopen. Maar dat ga ik dus wel even checken. Want ze zijn echt heel fijn. Dan nog. Een bronzing powder van de Hema. Ik heb nog nooit bronzing powder gehad. Ik had altijd ja, gewoon foundation en soms een beetje blush. Maar ik wilde voor in de zomer, als je een beetje kleur hebt, dit hebben. Omdat de foundation dan zo mat maakt. En hier krijg je iets meer diepte, zeg maar, in je gezicht als je dit gebruikt dan op je lippen.
En ja, hij bevalt me heel goed. Vooral met deze kwast van Ema erbij. Super zachte haartjes. Echt brengt het heel geleidelijk aan. Het is wel belangrijk op mijn lichte huid. Want anders is hij echt te donker als je zo'n hele geen fijne kwast hebt. Ik heb hem nu ook op en het valt niet echt op. Dus. En dan een blush, super goedkoop, van Catrice. En hij was ook nog voor de helft. Het zijn twee kleurtjes. Een duo blush is het. En het is echt roze. En hij heet Raspberry Ice Cream, nummer 10. Heel schattig. En het geeft gewoon een leuk blushje op je wangen. En als laatste, ook weer heel goedkoop, Quattro Eyeshadow van Essence. Over de taupe. Je moet wel echt een paar keer in elke kleur om echt de kleur goed op je oog te hebben. Maar goed, het kostte natuurlijk ook geen drol. En ik had dit gezien op de site van Tesco, want ze had daar een look mee gemaakt. En eerlijk gezegd, meestal gebruik ik maar één tint oogschaduw. Omdat, ja, ik ben gewoon een beetje lui en ik ben niet zo goed met make-up. Dus nu heb ik dit een paar keer geprobeerd en bevalt me wel echt heel erg goed. Dus ga ik wel vaker doen als ik tijd heb. Niet als ik vroeg moet opstaan of zo. Maar ja, leuk om uit te proberen. Nou, dan heb ik eigenlijk alles alweer gehad. Dus ik hoop dat jullie het filmpje leuk vonden. En ik hoor graag reactie. Dus laat even achter. En ik zal ook mijn blog hieronder zetten. Dus dan kunnen jullie even kijken als je het leuk vindt. Tot ziens!